De Stichting Eusebiuskerk Arnhem gaat de komende jaren volop op zoek om fondsen te werven voor de restauratie van de kerk. Ze hebben hiervoor een heel plan gemaakt met als doel om in minder dan zeven jaar tenminste 3,4 miljoen euro binnen te halen. Een permanente tentoonstelling over de slag om Arnhem in de kerk moet een nieuwe publiekstrekker worden. Het geld moet vooral komen van stichtingen, vermogensfondsen en het bedrijfsleven.